Goedenavond. Het is maandag 12 augustus. En ik heb gewerkt en gegeten en gedaan. Dus ben weer lekker thuis, lekker op mijn gemak. Ik heb straks een belafspraak met Sarah. Van het stylingsverhaal, zeg maar. Sarah Rebecca. We hebben volgende week woensdag volgens mij een afspraak. Gaan we shoppen. Zo ongelooflijk veel zin in. En we gaan dat nu even voorbespreken. Dat zou eigenlijk vorige week gebeuren. Vorige week woensdag hadden we die afspraak staan. Maar ja, toen werd ik natuurlijk ziek. Dus we hebben even een nieuwe afspraak gepland. En die is vanavond. Morgen gaan we naar, of ga ik naar Utrecht of Amersfoort. Dat hoor ik nog voor PR-commissievergadering van de vereniging. Skivereniging. Dus dan morgen neem ik de camera gewoon mee naar mijn werk. Is wel leuk om misschien daar ook eventjes te vloggen. En woensdag komt Cas. Gaan we lekker een filmpje opnemen. Donderdag moet ik voor mijn nagels. En vrijdag past er volgens mij ook iets. En het weekend ook druk. Dus nou, hè. Ik zal weten dat ik weer beter ben. Dan moet ik wel een beetje oppassen hoor. Want het moet ook weer niet te veel worden. Maar op zich zijn het niet hele intensieve dingen. Het valt denk ik wel mee. Nou, we gaan het in ieder geval zien. Ik ga nu even de vlog editen die nog van afgelopen weekend en dan afgelopen week. Die heb ik natuurlijk samengetrokken. Want ja, daar was gewoon niet zo heel veel te vloggen. Dus ik ga even kijken wat ik ervan kan maken. En dan, het is nu 7:30. Rond 8:00 belt Sarah. Dus ik ga in ieder geval even wachten tot zij belt. En tot die tijd ga ik even editen. Zo, nou, Sarah heeft gebeld. We hebben de afspraak van volgende week goed voorbereid. En ook allebei heel veel zin in. What's going on with the light? Nou, hij maakt het natuurlijk weer een stukje lichter dan dat het is. Want het gaat hier toch ineens los buiten. Zo, ik weet niet of je dat kon zien. Maar echt donderen doet het niet. Maar bliksemen, jutje mina. Maar goed. Oh. Ik weet niet of je het hoort, maar daar was donder. Ja, dus. Nou, niet fijn, maar op zich ben ik er niet heel bang voor. Maar ik vind het toch nooit zo prettig onweer of zo. Ik weet niet. Het heeft toch een beetje altijd iets engs. Maar goed, Sarah heb gebeld. Het was een superleuk gesprek. We hebben gezellig voor zitten kletsen voor woensdag. De weekvlog, weekendvlog. Nou ja, de vlog van de afgelopen is in de maak. Daar ga ik morgen weer mee verder. Of overmorgen. Kijk wel even. Hey. Eindelijk. Dan staat die vanuit de auto gehaald. Mocht ook wel. Want dat was natuurlijk. Die lag er al weken in. Maar goed. Eigenlijk sinds de. Ja, volgens mij sinds de bruid. Nee, maakt niet uit. Te lang lag hij erin. Ik heb hem gehaald. Verder ga ik niet zo heel veel meer doen vanavond. Dus ik zie jullie lekker morgen weer. Tot morgen. Zo, goedemorgen. Het is woensdag 14 augustus. Gisteren even een dagje niet gevlogd. Vooral aan het werk geweest, 's avonds vergadering gehad. En nu wacht ik op Cas. Die kan ieder moment hier zijn. Want dan gaan we gezellig een video opnemen. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Dat ga ik straks even met hem bespreken. Maar we hebben er allebei in ieder geval heel veel zin in. Dus ben heel benieuwd. Dat wordt helemaal leuk. Ja, het weer is nu even goed. Dus dat vind ik wel fijn. Want dan kunnen we straks eventjes boodschapjes doen voor wat we willen gaan opnemen. Dat is altijd wel handig als je dan even wat droger weer hebt. Ja, je ziet, hoe kan dit, hè? Ja, zo zie je het een beetje, maar ook niet echt fantastisch. Maar goed. Dus ik ga even op Cas wachten en dan gaan we even bepalen wat we gaan doen. En dan gaan we daar boodschappen voor doen. Tot straks. Nou, kijk eens. Hij is er, hoor. Wacht, dat ga ik even anders doen, Cas, want we hebben tegenlicht. Dan zien de mensen je niet. En wat had je net laten zien? Wat had je van papa gekregen?
JBL speaker. Een boxje. Wauw. Kan je mooie muziek draaien. Mm-hmm. Wat voor muziek vind je leuk? Gewoon mijn afspeellijst, gewoon Marco Borsato. En... Dat is altijd goed, ja. Toch? Nou, we gaan even bedenken wat we gaan doen. Mm-hmm. Dan zien jullie het straks wel. Zo, die heeft uit mijn mond. Nou, de video is opgenomen. Vond je het leuk? Ja, goed zeker. Zo. We hebben het... Hé, nou is mijn batterij nog leeg. Ik vond hem al zo snel opgeladen. Ik begrijp er niks van. Ik ga nog even kijken hoe dat zit. Maar we hebben met de oude camera moeten opnemen. Juist omdat mijn batterij dus bijna leeg is. Maar goed, het was in ieder geval superleuk. En jullie gaan hem nog zien of hebben hem al gezien. Dat weet ik nog niet precies. Maar het was in ieder geval superleuk om te doen. Wat ben je aan het doen, Cas? Gamen. Uiteraard gamen, altijd gamen. Ik ga nog even kijken hoe dat zit met die batterij. Zo, het is al avond, jongens. Ik heb straks even een belafspraak. Ik heb even boodschappen nog gedaan. We hebben gegeten. Nou, het was vanmiddag super gezellig met Cas. Alleen baalde ik wel als een stekker dat we de video opnieuw moesten opnemen. We hadden hem helemaal opgenomen, wel met mijn oude camera. Want ik was dus vergeten deze batterij op te laden. En toen wilde ik hem op mijn harde schijf zetten... En toen was die hele video weg. Of die hem nou niet opgenomen heeft of niet goed opgeslagen heeft. Ik heb geen idee wat er nou gebeurd is. Maar nou, het ging in ieder geval niet zoals het moest. Maar goed, we hebben hem opnieuw opgenomen. Die is ook heel leuk geworden. Die staat nu inmiddels wel op mijn harde schijf. Ik heb mijn video voor vandaag online gezet. Die is net een uurtje geleden online gekomen. Dus dat is ook heel erg leuk. Mijn vlog van... afgelopen weekend en mijn twee dagen vorige week dat ik niet ziek op bed lag. En voor de rest heb ik dan die belafspraak. Dan ga ik alweer mijn brood voor morgen maken. En dan zit mijn vrijdag er al op. Dat is snel gegaan vandaag. Wel een hele leuke dag gehad met Cas. Het was gezellig dat hij er was. Hij is niet zo heel lang gebleven. Een uur of twee is hij weer weggegaan. Dan heb ik even nieuwe sleutels gehaald voor mijn scootmobiel. Want ik was de sleutels van mijn scootmobiel kwijt. Had ik dat verteld? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, ze hadden me sleutels meegegeven. Waren de verkeerde sleutels. Dus nu heb ik nieuwe. En dan... toen heb ik dus... ben ik thuisgekomen. Heb ik aan mijn video gezeten. Nou, die heb ik helemaal klaargemaakt. Gegeten. En nu is het alweer avond, jongens. Dus dat gaat best wel snel. Ik zie jullie gezellig morgen weer. Goedenavond. Het is donderdag. Ik ben... voor mijn nagels weg geweest. Ik zal even... Hij focust op mijn hoofd. Dat is het nou. Kijk. Zie je? Drie verschillende kleurtjes weer. Heel leuk. Tenminste, ik vind het heel leuk. Ik vind het altijd leuk ook om het uit te zoeken. Verder gewerkt vandaag. Vanmiddag nog even een collega van mij geholpen. Die is met afstuderen bezig. Dus die moet haar scriptie schrijven. En ik help daar een beetje bij. Ik heb natuurlijk zelf een paar jaar terug meegemaakt. Die hele hel, kan ik wel zeggen. Want scriptie schrijven, ach. Ik zei toen al, ik doe nog 10 keer liever die hele 3 jaar studie over dan dat scriptiejaar. Want oh, wat was dat moeilijk. Ik vond het heel zwaar toen. Dus ik help haar daar een beetje bij. En dus dat heb ik vanmiddag gedaan. Nou ja, toen moest ik dus voor mijn nagels net even bij pa en ma geweest om te eten. En toen had papa bij de kringloopwinkel. Ik laat ze van de week nog een keer beter zien hoor. Want ze kunnen echt helemaal uit elkaar. Ik ben natuurlijk gek van matroeska's. En toen kwam die deze matroeska tegen. Ja, ik bedoel hè, die moet ik natuurlijk sowieso hebben. Ik denk dat ik het weekend, in de weekendvlog, kunnen jullie zien hoe ze er uit elkaar in zien. Dus dan moeten jullie de weekendvlog even kijken. Deze heeft hij meegenomen. Hier zitten er, in die Harry Potter zitten er 5. Hier zitten er 9 in. En dan heb ik er nog eentje. Dat is deze. Waar is je gezichtje? Daar. En daar zitten er 10 in. Kleinste is echt heel inimini. Heel leuk, gaan jullie zien. Maar ik dacht altijd dat matroeska's 11
Of tenminste oneven was. Dus ik dacht, dan moet het er of 9 of 11 zijn. Maar misschien dat er één mist. Ik bedoel, ze komen bij de kringloopwinkel vandaan. Dus het zou kunnen dat, dat er dan toch eentje ontbreekt of zo. Dat weet ik niet. Maar ik dacht altijd dat het oneven moet zijn. Als jullie het weten, laat het even onder in de reacties achter. Maar superleuk. Dus nu is het alweer 9 uur, maar ik wil toch nog even een kopje koffie. Dus dat ga ik even zetten. Goedemorgen. Ja, dat is even wat anders. Normaal door de week vlog ik eigenlijk niet 's ochtends. Want dan ben ik altijd aan het haasten en dan moet ik snel naar mijn werk en zo. Maar nu ben ik even thuis, want er komt straks een monteur van Medipoint om even naar mijn rolstoel te kijken. Mijn ene rem werkt niet echt lekker. Dus daar moet ik even op wachten. Daarna ga ik wel naar mijn werk. Maar ik heb een kort dagje vandaag, want ik moet vanmiddag naar het ziekenhuis om een scan te laten maken. En ik mag eindelijk naar het revalidatiecentrum, naar de diëtiste. Dus daar ben ik ook blij mee. Kan ik eindelijk, ik weet natuurlijk niet wat ik woog toen ik in januari begon met afvallen. Maar ik ben wel benieuwd waar ik nu sta. Dus dat ga ik vanmiddag ga ik dat zien. Want daar hebben ze een speciale rolstoel weegschaal. Of tenminste een weegschaal waar je met je, wordt eerst je rolstoel leeggewogen. En daarna met mij erin. Dus dan weet ik een beetje hoe of wat. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar nu is het vooral even wachten op Medipoint. En ze zouden als eerste naar mij toe komen. Het is nu 9 uur. Ik dacht dat ze om 8:30 gingen rijden. En de filiaal is hier echt vlak om de hoek. Dus ik hoopte al dat ze er hadden geweest. Maar is nog niet. Nou, ik hoef pas om 10:30 op mijn werk te zijn. En ik werk heel dicht bij huis vandaag. Met een haar in mijn bril. Dus op zich heb ik nog wel even tijd. 11:00 komt de eerste afspraak. Dus ik heb nog gelukkig wel even, maar ik hoop toch dat ze zo komen. Want ja, wachten is niet mijn sterkste punt, zeg maar. Maar goed, ik zie jullie vanmiddag weer. Goedemiddag, daar ben ik weer. Of goedenavond eigenlijk al, want het is inmiddels al 8:05. Even mijn touwtje weghalen. Zo, goedenavond. Een beetje een rare dag gehad vandaag. Vanochtend eerst voor mijn rolstoel kwamen ze. Nou, dat is gelukt. Mijn rem doet het gelukkig weer. Toen gewerkt, maar alle afspraken die ik had, die zeiden af of kwamen niet. Dus het was een hele dag vol met gaten en andere dingen. Toen naar het revalidatiecentrum, naar de diëtiste. Nou, dat was een hele leuke afspraak. En eindelijk gewogen na al mijn afval dingen van de laatste tijd. Nou, dat viel niet tegen, jongens. Ik weet natuurlijk niet waarop ik begonnen ben. Dus ik weet niet precies. Maar ik gok dat ik zo'n 15 tot 20 kilo ben afgevallen sinds januari. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En zij gaat me ook wat tips geven rondom mijn benen. Wat natuurlijk ook heel goed is. Of ik met vitamine nog daar wat aan kan doen of zo. Dus dat hoor ik dan de volgende keer. Dat gaat ze nu allemaal uitrekenen aan de hand wat ik allemaal eet. En dan daarna onder de scan in het ziekenhuis om 5:30 moest ik daar zijn. Daar heb ik een klein 30 minuten ingelegen. Ja, dat is op zich niet, ik vind dat niet heel vervelend. Ik ben niet claustrofobisch of wat dan ook. Ik heb geen last van kleine ruimtes of wat dan ook. Dus het duurt gewoon lang en het maakt een koleren herrie. Dus wat dat betreft was ik wel blij dat het voorbij was. Ben ik net bij mijn ouders geweest, lekker gegeten. En heb ik even aan mijn moeder gevraagd of ze mijn voeten weer even wilde doen. Nagels knippen, dat soort dingen. Dat kan ik niet zelf, dus dat doet zij één keer in de zoveel tijd. Dan is dat ook weer gebeurd. En ben ik klaar om aan het weekend te gaan beginnen. Dus daarmee is er ook weer een einde gekomen aan deze weekvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou in een volgende vlog. En dat zal de weekendvlog zijn. Tot dan. Doei doei.